Dat zegt meneer Kerry, de buitenlandse zaken minister van de Verenigde Staten. Als hij dat zo zegt, meneer Van Rossum, want u kent de Amerikaanse politiek goed, u kent deze situatie ook goed. Zit er een kern van waarheid in wat hij zegt? Nee. Het is werkelijk een volstrekt nonsensicale mededeling, kan hij anders zeggen. Het is zo dat grote mogendheden, wanneer ze dat in hun eigen strategisch belang achten en wanneer ze denken dat ze ermee weg zullen komen, allerlei dingen doen die misschien vanuit een ethisch standpunt niet zo geweldig mooi zijn. Deze Kerry spreekt namens de Verenigde Staten, die nog in 2003, zo lang is dat niet geleden, op basis van een hele reeks van werkelijk flagrante leugens, een andere natie bezet hebben, namelijk Irak. Dus ik zou zeggen dat een zekere terughouding van de Amerikaanse kant op dit punt wel geboden is. Ik ben sowieso geneigd om, het is natuurlijk allemaal heel erg en wij zijn geweldige moraliseerders en we vinden het fijn om hier ook over te moraliseren, maar bekijk de zaak nu eens vanuit het standpunt van Poetin. Vanuit het standpunt van Rusland en van wat de Russen overkomen is in de afgelopen 25 jaar. 25 jaar geleden reikte de macht van de Sovjet-Unie ongeveer tot Wolfsburg. Nu gelegen midden in de Duitse Bondsrepubliek. Sinds die tijd is die macht meer dan 1500, misschien wel een kleine 2000 kilometer naar het oosten opgeschoven. Ja, na het afbreken van de muur. En al die landen die ooit deel uitmaakten van dat cordon sanitaire van de Sovjet-Unie in Oost-Europa, al die landen zijn en lid van de EU geworden en lid van de NATO geworden. Tot en met de Baltische Republieken, alles is lid van de NATO van de EU geworden. En nu is er nog een soort van smalle strook die grotendeels bestaat uit Wit-Rusland en de Oekraïne, waar het niet duidelijk is hoe de machtsrelaties liggen. Dat is strategisch eigenlijk grijs gebied, om het zo maar te zeggen. Willen ze bij het Westen horen of willen ze eigenlijk toch uiteindelijk bij Rusland horen? En voor Rusland is dat natuurlijk, vooral die Oekraïne, Wit-Rusland staat voor niet onbelangrijk gedeelte uit moerassen, maar dus de Oekraïne is echt strategisch hoogst interessant, agrarisch, industrieel, technologisch, het ligt helemaal op zijn reet, maar het heeft aanzienlijke mogelijkheden. En nu is er in de afgelopen 2 weken iets wonderbaarlijks gebeurd vanuit het oogpunt van Poetin, want veel sneller en onverwachter dan hij waarschijnlijk ooit gedacht heeft, is Janukovic gesneuveld. En die is van het toneel verdwenen. En het ziet ernaar uit eigenlijk dat de macht in de Oekraïne toegevallen is aan wat we zeg maar de westerse Oekraïne kunnen noemen. Dus dat zijn de mogelijkheden, ja, die niet dus richting Rusland neigen, maar meer richting de, ja, EU. Dus hij ziet de bui al hangen en hij denkt, god, wat kan dit op langere termijn voor consequenties hebben? Mm-hmm. En als ik mijn strategische positie niet nog verder wil laten verzwakken, zou het dan niet handig zijn om die Krim, die traditioneel Russisch is, waar de meerderheid van de bevolking Russisch is, om die maar vast in te pikken. En dat is wat hij gedaan heeft. Ik ben er ook van overtuigd, we kunnen daar nog jaren over lullen, maar die Krim die komt nooit meer terug. Die Krim is door de Russen bezet en that's it. Die Krim is overigens door Khrushchev in de vroege jaren 50 in een soort gebaar cadeau gedaan aan de Oekraïne. En we zitten nu in de Oekraïne, omdat het dus strategisch een grijs gebied is met een heel wonderlijk en aanzienlijk probleem. Namelijk dat de westerse Oekraïne sterk afwijkt qua geschiedenis, qua cultuur, qua taal van de oosterse Oekraïne. De oosterse Oekraïne is traditioneel een deel van Rusland. Maar die westerse Oekraïne, dat is een enorm interessant gebied. Want die westerse Oekraïne heeft ook lang niet bij Rusland gehoord. Want met name Galicië, je moet het maar even op de kaart opzoeken. Ja. En kijkt u vooral naar de stad Lviv geloof ik, tegenwoordig genoemd, vroeger Lemberg. Waarmee dan natuurlijk Lemberg? Omdat dat hele gebied, dat hele Galicië, en het stukje eronder, de Bukovina, dat was deel van Oostenrijk-Hongarije. En is daarna, in het interbellum, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, onderdeel geweest van Polen. Dus niet een deel van de Sovjet-Unie toe. Maar even terug naar het conflict. Hè. Van de week las ik een blog van collega Jeroen Akkermans, die deze situatie als volgt uitlegde. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat u zegt. De acties van Poetin zijn helemaal niet zo onbegrijpelijk. Omdat 1, machtsverlies, wat u ook zegt. En 2, ook de belangen van de Russen in die regio. En die worden bedreigd. Ja, is dat een theorie waarvan u zegt van, ja, inderdaad, die Rusland wordt ook bedreigd? Met dat eerste wil ik graag meegaan. Het tweede is denk ik ook een beetje een excuus om te kunnen interveneren. Is Poetin uit op een groot conflict en op militaire bezetting van de Oekraïne? Naar mijn idee absoluut niet. Je moet denk ik wat hij gedaan heeft, heel anders dan wij nu denken, zien als een puur defensieve operatie.
maar wat wel een defensieve operatie met gevolgen. Want de Amerikanen hebben al gezegd, de economische sancties, de EU heeft dat aangegeven. Minister Timmermans heeft het aangegeven. Ja, de Veiligheidsraad is aan het overleggen. Ja, fantastisch allemaal. Timmermans heeft er ook van alles en nog wat over gezegd, maar gaat dat ook iets uitwerken? Nee, geen klap. Dat gaat geen klap uitwerken. We hebben ditzelfde toneelstuk gezien ten einde van Georgië. En met dat Zuid-Ossetië en Abkhazië. Ook daar heeft het ook, we waren enorm boos en er zou boycott komen en van alles en nog wat. En na een jaar was dat allemaal weggecijpeld. Wij kunnen in feite heel weinig doen aan de Krim. De Krim ligt daadwerkelijk in het strategische invloedsgebied van Rusland. Ja. Nou ja, misschien Maarten, kan je me antwoord geven op het feit. Kijk, toen de Sovjet-Unie uiteenviel en de staten die bij de Sovjet-Unie hoorden hun kernwapenarsenaal opgaven, Oekraïne bijvoorbeeld, die hebben toch autonomie gekregen ook op dat moment, omdat ze hun kernwapenarsenaal hebben opgegeven. En er zijn toen ook verdragen ondertekend waarbij zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten als Rusland op dat moment hebben afgesproken met elkaar. De Oekraïne bijvoorbeeld is ondeelbaar. En daar hoort dan de Krim ook bij. Hoe kan je nou, 25 jaar geleden, hoe kan je nou zeggen dat is ondeelbaar en dat dan nu als EU over je kant laten gaan? Kijk, de Amerikanen zitten ver weg, maar wij, dit is de rand van Europa. Ik denk dat Europa iets wel moet doen. Ja, behalve roepen. Ja, we moeten vreselijk doen. Wij moeten natuurlijk ons symbolisch gedragen. Dat gaan we ook doen. Kan het niet meer zijn dan symboliek? Of gaan we dan te ver? Ik denk dat als je er even van uitgaat dat wat nu zou moeten gebeuren dan. Dat de Krim terug moet naar de Oekraïne. Ja. Ik durf te wedden dat dat niet gaat gebeuren. Maar jij zegt terug, dus het is al weg. Ja, het is al weg. Ja, zeker. Door de bezetting. Het is strategisch volledig in Russische handen geraakt. En we komen ook niet meer terug. Is dit weer die wij zullen allerlei maatregelen nemen. En daar zijn we heel tevreden over. Maar die zullen geen wezenlijk strategisch effect hebben. Mm. Maar waar zien we, laten we eens in oplossingen denken. Waar zit dan de oplossing? Zit de oplossing in het feit dat de NAVO en de EU moeten zeggen, oké, Poetin, je hebt een punt. Even, laat maar zitten. De crisis is nog lang niet voorbij natuurlijk. Nee. Want de vraag is of niet Rusland de intentie heeft om de integriteit van de Oekraïne, die overigens, wat jij zegt is enorm leuk, maar dat is tussen droom en daad, niet waar, is een diepe kloof. Er zijn wat handtekeningen gezet, ja. Ja, dat zegt wat maakt dat nou uit? Weet, als de werkelijkheid verandert, dan hebben de handtekeningen in het algemeen geen enkele betekenis meer. De vraag is, zal Rusland langs dezelfde weg die in de Oekraïne benut is, proberen om ook dat oostelijke deel van de Oekraïne, dus zeg maar Kharkov en Donetsk en zo, om dat op dezelfde manier, niet langs een directe militaire bezetting of met schieten, maar in feite door een soort van knabbeltechniek, om dat ook aan zich te trekken. En dan vermoed ik toch dat wil hier wezenlijke stabiliteit ontstaan. Op de wat langere termijn, dat een deling van de Oekraïne tussen Oost en West, dat een min of meer onvermijdelijk proces is. Dat kunnen we heel lang voor ons uitschuiven. Maar het gaat gebeuren. Nou, ik denk dat het heel moeilijk te vermijden zal zijn. En dat we ditzelfde probleem. Er is nu in Wit-Rusland een gek aan de macht, waardoor dat eigenlijk niet zo verschrikkelijk speelt internationaal. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat zich in Wit-Rusland een vergelijkbaar scenario zal afspelen als Lukashenko verdwenen is. En dit is dus niet zo. Kijk, u bent van huis uit bent u niet een rasoptimist. Maar het is dus niet een blik van u. Dit is een feitelijke weergave waarvan u zegt, maar ja, dit is wat er wel staat te gebeuren. Ja, ik ben geneigd om hier een heel algemeen mijn betoog te houden over wat optimisme is. Nee, niet om. Nee, daar heeft men geen behoefte aan. Jammer, dan hadden we die hele tijd dat we die aan die rare hardloper hebben besteed, hadden we aan dit filosofische probleem kunnen wijden natuurlijk. Maar goed, dat zullen we dan maar niet doen. Op de lange termijn ben ik over dit conflict ook niet extreem pessimistisch. Ik denk niet dat er een grote oorlog van zal komen. Dat is in niemands voordeel. Door het einde van de Sovjet-Unie is ook de Rusland toch meer misschien dan ze zelf al denken betrokken geraakt bij zeg maar de mondiale economie. En heeft er ook allerlei belangen in. Ja. Ze zijn daar ook wel gedeeltelijk te treffen.
De belangen zijn wederzijds. Mm. Zij leveren ons gas. Weet je wat we gewoon doen? We gaan het afwachten. We houden het in de gaten. We wachten af. En als er zijn de tijd weer ontwikkelingen zijn. Dit programma nog bestaat tegen de tijd dat in Rusland dezelfde problemen gaan ontstaan. Ik denk dat dit programma langer bestaat dan Wit-Rusland. Dat sowieso. Ik dank u wel. Maar het was is toch ook eigenlijk een vrij dysfunctioneel systeem. Ik bedoel, corruptie heeft daar zulke spectaculaire vormen aangenomen dat het ook niet een land is waar het interessant is om op grote schaal te investeren in eventuele industriële projecten. Nee. En hij is natuurlijk ook toch afhankelijk geworden van het Westen. Dat is nou juist wat er veranderd is sinds het einde van de Sovjet-Unie en het huidige Rusland. Absoluut. Bij mij in de supermarkt is er geen stuk fruit, geen groente of geen fles wijn die je kunt kopen wat niet uit Europa komt. Zelfs de kool, notabene het allerrussische stuk groente wat er is voor de koolsoep, die komt gewoon uit Nederland. Dus we zijn ook, niet alleen zijn wij afhankelijk van het gas en de energie uit Rusland. Rusland is ook afhankelijk van ons, absoluut waar. En van het inkomen uit het gas. En van het inkomen uit het gas. Maar waarom is dat zo? Dat komt omdat die grote middenklasse dat allemaal uit kan geven. Een kool, ik weet niet wat een kool in de supermarkt in Nederland kost, maar bij mij in de 83 eurocent. Ja, bij mij in de supermarkt in Moskou kost die iets van 4 euro. Dat had je op niet geweten. Nee, maar mijn kool is dus duurder, is 4-5 keer over de kop. Ja, dat zijn die Russen die al dat geld te besteden hebben. Dus het is een land waar je misschien geen grote energieprojecten kunt investeren, maar je kan wel in de opkomende middenklasse investeren. Nou, ik geloof dat ook. Ik, eerlijk gezegd, denk dat Poetin veel meer uit defensieve overwegingen handelt. En omdat hij zijn positie voelt verzwakken, zoals je stelt, dan omdat hij zo ijzersterk staat. Ook het land zelf staat helemaal niet ijzersterk. Dat is precies wat ik betoog. Ik ben ook niet van plan naar Moskou toe te gaan. Hoezo? Zolang Poetin er zit, ga ik niet. Ja, maar als je zo redeneert. Zo redeneerden we in de jaren 60 en 70 allemaal. Ik ben nooit in Spanje geweest, dat ligt aan Franco. En toen is hij wel dood gegaan, maar toen is er niet meer van gekomen. Ja. Ik ben nooit in Portugal geweest, waar ligt dat aan? Salazar. Ik ben één keer in Griekenland geweest, voor de kolonels. En toen vond ik het al een klote land, dus ik ga nu ook niet meer. Maar ik vond het wel interessant hoor, in Spanje ten tijde van Franco. Ja, dat mocht niet. Van wie mag het niet? Ja, dat werd niet fatsoenlijk geacht om Spanje te bezoeken toen Franco er nog was. Ja, het is juist wel interessant. Wat vond je er zo interessant aan dan? Dat leg ik je uit na de uitzending. Ja, ik ben bang dat je er helemaal geen behoorlijke argumenten voor hebt, eerlijk gezegd.